De bereikbaarheid van de Bollenstreek en van Lisse is enorm belangrijk. Het is belangrijk voor ons woon-werkverkeer, voor onze economie, maar ook om een aantrekkelijke woonomgeving te zijn. Daarnaast zijn diverse verbindingen enorm belangrijk voor het recreatie en toerisme in ons gebied. OV, openbaar vervoer, is daarbij heel belangrijk. Het openbaar vervoer is namelijk een echt alternatief voor de auto en daarmee goed voor een duurzaam mobiliteitssysteem. Wij werken daarom samen met de provincie Noord-Holland en Zuid-Holland, de omliggende gemeenten en de regio, om te komen tot een corridor Noordwijk-Schiphol. Enkele jaren geleden is al besloten om dat tracé te laten lopen door de waterkanten met een brug over de ringvaart. De gemeente Haarlemmermeer en de gemeente Lisse vonden het belangrijk om niet alleen HOV daarover te laten rijden, maar ook plek te geven voor voetgangers en de fiets. Daarom wordt de brug ook bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De komst van dit tracé levert natuurlijk heel veel vragen op. Dat snappen wij. We zijn daarom begin dit jaar een studie met elkaar gestart om te kijken hoe we dit tracé het beste vorm konden geven. U bent toen hier aanwezig geweest in deze raadzaal en heeft allerlei suggesties en ideeën aan ons meegegeven. Nog heel veel dank daarvoor. Uiteindelijk hebben we alle informatie en uw suggesties bij elkaar gelegd en er zijn nu wat verschillende varianten uitgekomen. En daarom willen we u nog een keer vragen om uw ideeën en suggesties aan ons mee te geven, zodat we er met elkaar een mooi en veilig plan van kunnen maken. Alvast heel veel dank en we gaan elkaar daar natuurlijk weer over spreken. Dit project zorgt ervoor dat bestaande en toekomstige bewoners gebruik kunnen maken van een betrouwbare, snelle en frequente busverbinding tussen de kernen langs de lijn. De buslijn loopt vanuit Noordwijk via de nieuwe randweg van Voorhout naast station Sassenheim. En via meerdere haltes in Lisse bereikt de bus de nog te realiseren oeververbinding tussen de Sportlaan en Lissebroek aan de overkant. Vanaf daar rijdt het door naar de nieuwbouwwijk van Haarlemmermeer richting Schiphol. En vice versa natuurlijk. Deze HOV-verbinding draagt bij aan de bereikbaarheid van de provincie en betekent voor reizigers dat de bus vaker, sneller en prettiger zal rijden. Afgelopen periode hebben we alles wat we toen van u hebben meegekregen vertaald naar verschillende varianten om te kijken hoe dat op een verkeersveilige manier kan. En daarbij hebben we heel breed gekeken naar alle relevante aspecten. Dan gaat het over de verkeersveiligheid voor de fiets, voor de voetganger, goede bereikbaarheid van de wijk, comfort en betrouwbaarheid van de bus, de oversteekbaarheid. En op die manier hebben we die verschillende varianten vertaald naar nu twee kansrijke varianten. En die leggen we nu graag aan u voor. Dat is nog niet definitief. Dit zijn twee oplossingsrichtingen die wij kansrijk achten en we vragen daar nu graag uw inbreng op. Mogelijk ziet u een derde variant of mogelijk heeft u op- of aanmerkingen bij één of beide varianten of mogelijk heeft u al een voorkeur voor een van beide varianten. Dat horen we heel graag van u, zodat we in de vervolgfase kunnen komen tot één hele goede oplossing voor de inpassing van de bus op de Sportlaan, zodat dat op een veilige manier, verkeersveilige manier kan plaatsvinden. Goedendag, ik ben Remco Rolfink, stedenbouwkundige en gevraagd om de inpassing van het HOV in Waterkanten te verzorgen. De Sportlaan is in de bestaande situatie al breed genoeg gemaakt voor meerdere verkeersstromen. Op huidige piekmomenten zijn dat naast het verkeer van de Waterkanten ook al de fietsende scholieren en kinderen die met de auto worden gebracht. Wanneer we bedenken dat daar ook nog de bus bij komt, is voorstelbaar dat het op momenten te druk en wellicht onveilig wordt. Ook kan de bus worden opgehouden in de drukte, wat de stiptheid van het HOV in de weg zit. Daarom zijn er twee varianten geschetst om een alternatief op de huidige situatie te bieden. Variant 1 heeft een vrijliggende busbaan langs de Sportlaan. Variant 2 combineert het verkeer op de Sportlaan met een aparte oplossing voor de fietsers. We bekijken de schetsen nu per variant wat verder. Variant 1 heeft een vrijliggende busbaan met een gescheiden twee richtingen fietspad er parallel langs. De Sportlaan blijft voor het deel dat langs de woningen ligt intact. De busroute van het HOV loopt in een rechte lijn van Oranjelaan naar de nieuwe brug over de ringvaart. In de ene richting wordt gebruik gemaakt van de bestaande halte aan de Oranjelaan. In de andere richting stopt de bus bij een nieuwe halte grenzend aan de Sportlaan. Het autoverkeer wordt gesplitst. Auto's die naar of van de Waterman en de parkeergarage van het sportcentrum gaan, mogen vanaf de Oranjelaan het eerste stukje van de busroute gebruiken, voordat deze echt een busbaan wordt. Het autoverkeer wordt voor het noordelijk deel van de wijk een nieuwe entree vanaf de Oranjelaan net naast de brandweer via de Johan Zoutmanstraat aangeboden.
Ook de Kiss and Ride voor het Fioretti College maakt gebruik van deze entree. Zo wordt het autoverkeer gesplitst en de druk verdeeld over de Oranjelaan. Fietsers krijgen een 4 meter breed fietspad parallel aan de busbaan. Vanuit de wijk Waterkanten wordt er een oversteek voor fietsers over de busbaan gemaakt in het verlengde van de Piet Heijnstraat. Ook voetgangers kunnen hier oversteken, ook bij de kruising met de Oranjelaan. In rood ziet u de bestaande situatie over de schets van variant 1. Zo is te zien dat de busbaan en fietspad een deel van het plein in beslag neemt. Dat de voetbalkooi verplaatst wordt naar de zuidkant. Dat het schoolplein intact blijft, net als de zuidelijke kant van de sportlaan. Maar de aansluiting met de Oranjelaan, die wordt aangepast. In perspectief gezien, de bestaande situatie op de sportlaan. Hetzelfde perspectief, maar dan met aanpassingen in schets zoals in variant 1. De rijbaan van de sportlaan wordt iets versmald. Er komt een kiss-and-ride-strook voor tijdelijk parkeren met een trottoir en een hager langs. Daarachter de busbaan en daarachter het fietspad. De sportlaan en andere verkeersstromen zijn strikt gescheiden. De bestaande situatie, maar dan gezien vanaf het bordes bij de entree van het sportcentrum. De schets van variant 1 toont dat het plein voor het sportcentrum veel kleiner wordt en gescheiden van het nieuwe fietspad door een haag. Daarachter de busbaan met de halte en de verplaatste voetbalkooi. Daarachter de bestaande sportlaan langs de woningen. Dan variant 2. De verkeersfuncties zijn gecombineerd waar mogelijk. Er komt een rotonde op de Oranjelaan om de gecombineerde verkeersstromen goed te organiseren. Deze is wat lang gerekt zodat de aansluitingen van de diverse straten goed te maken zijn. Verder valt direct de keerlus voor de entree van het sportcentrum op. De busroute loopt over de rotonde en over de sportlaan richting de Nieuwe Brug. De locaties van de haltes liggen op dezelfde plek als in variant 1. Voor de auto zijn er 2 entrees vanaf de rotonde het gebied in. Over de sportlaan, waar ook de bus rijdt, om bij de woningen en de overige straten van de wijk van Waterkanten te komen. En een tweede entree om bij de Waterman, parkeergarage en Kiss and Ride bij de keerlus op het plein te komen. Deze route is een fietsstraat. Dat wil zeggen dat de fietsers voorrang hebben en de auto te gast is. Fietsers maken dus gebruik van deze fietsstraat tot aan de keerlus. Daar is een entree rechtstreeks naar de fietsenkelder en een soepele verbinding met het fietspad richting de brug. Ter hoogte van de kruising met de Piet Heijnstraat is er ook een oversteek mogelijk voor fietsers en een entree van het plein. Voetgangers kunnen hier ook gebruik van maken. In rood de bestaande situatie op de schets van variant 2 weergegeven. Hier is goed te zien dat de voetbalkooi blijft, maar het overige deel van het plein voor het sportcentrum volledig wordt aangepast. Ook is te zien dat de sportlaan de scherpe knik verliest en dat de mede voor het busverkeer een meer rechtstreekse route naar de nieuwe rotonde wordt gemaakt. De bestaande situatie op de sportlaan hier opnieuw. Nu met een beeld eroverheen geschetst van de situatie zoals in variant 2 voorgesteld. De bus en auto's maken gebruik van de bestaande sportlaan op dit stuk. Voor de fietsers is er een nieuw fietspad tussen de straat en de voetbalkooi gemaakt. Het bestaande beeld van het plein opnieuw. De schets van de situatie van het plein voor het sportcentrum met fietsstraat, fietspad, keerlus en parkeerplaatsen. Afgeschermd door een haag ligt de bestaande sportlaan waar de bus rijdt en het autoverkeer van de wijk. Het zijn 2 echt verschillende varianten waar we graag uw reactie, mening, opmerkingen en aanvullingen bij horen.